kaatsen kunstroute. Dat is een expositie van door een 14-tal exposanten aan beide kanten van de Kaap eigenlijk. Ja. En ik ben hier als vrijwilliger en maak mezelf zo nuttig door al de mensen hier natuurlijk komen kijken. Maar vanuit de Kaapse kunstroute exposeren Yin Kohar portretten die hier hangen. En ik heb één werk met een mooi verhaal over een Indische vrouw. En verder heb ik ook nog een werk hangen in Phoenix 1 over een film die ik aan het maken ben op dit moment. Maar er zijn ontzettend veel kunstenaars die overal op Katendrecht diverse locaties te zien zijn. Ja, het is een prachtig initiatief. En voor mij is het natuurlijk ook echt geweldig om op zo'n locatie als dit met mijn werk te staan. Ik deed gisteren en vandaag mee met de Kaapse Kunstroute en ik laat onder andere mijn nieuwe collectie zien. Ik heb 8 nieuwe schilderijen gemaakt voor deze kunstroute. En daar kunnen de mensen dit weekend van genieten. In het coronakader, zeg maar, hebben wij 100 kunstenaars en 100 dichters aan elkaar gekoppeld. Ja. En dichters die reageren op een beeld van een kunstenaar. En vooral mensen uit Van Zuid en vooral Katendrecht. Gabrielle Marie. Ja. Dat is mijn kunstenaarsnaam. Gabrielle Stali heet ik. Hoe is het om mee te doen aan de Kaapse Kunstroute? Fantastisch. Ja? Ja, echt fantastisch. Ik was een van de eerste inzenders van deze tentoonstelling. Ik vond het zo'n goed idee van Theo. En hoeveel mensen we niet gehoord hebben die zeiden van ja, we zijn in de coronatijd samen gaan wonen. Nee, het is licht aan het einde van de tunnel. Dus die zeiden van teken maar een tunnel met licht en de zon. En een flesje wijn in de zon. Dus. Ik ben Frank van der Pannen. Ik kan mij vinden op Instagram 010 infrared en op mijn website. Frankvandepannen.nl en ik heb hier werk hangen in de gebouwde Rotterdam. Heel groot, die blijven hier ook hangen. Ik ben hartstikke blij. Het is gewoon heel leuk als je eigen werk op zo'n formaat ziet hangen en dat anderen het ook weten te waarderen. Dus, Nou, wij doen een oproep aan de mensen om 15 september tussen 5 en 7 mee te doen aan de clean-up Lombardije. Het is de bedoeling om uit alle wijken van Lombardije mensen te krijgen die richting het Spinozapark komen en terwijl ze dat doen hun wijk wat schoner maken. Wij zorgen voor de spullen, u misschien voor het enthousiasme. Een ring met een vuilniszak en een knijper. Ja, we zitten hier nu bij de bouwspeeltuin De Mateling. We wachten op Miranda, maar waarom eigenlijk? Nou, Miranda is eigenlijk de initiatiefnemer van dit geheel. Miranda die heeft mij gevraagd van Hans, ik zou het buiten dat we alleen de speeltuinen altijd doen, is vragen aan Lombardije van doen jullie mee? En zij wilde daar wat ondersteuning bij en dat doe ik graag ondersteunen. Vanwaar dit initiatief? Wat ik merk is dat er in Lombardije heel veel mensen zijn die dit dus al doen. En ik had zoiets van laten we het wat zichtbaarder maken en laten we die mensen ook eens een keer in het zonnetje zetten met aan het einde van de dag een buffet. Dat we ook leuk samenkomen daarna. En eigenlijk willen we er ook een maandelijkse actie van maken. Paniek hoeft er niet te zijn over de spullen, want vanuit de gemeente worden er voldoende prikkers en ringen en vuilniszakken geregeld. En ook alles wat er opgehaald wordt, wordt op diezelfde dag nog door de mensen van Stadsbeheer, de gemeente, opgehaald en verwijderd uit de wijk. Dus als het goed is hebben we daarna weer een hele schone wijk waar we weer lekker in kunnen wonen en spelen. Wie mogen er allemaal meedoen, Miranda? Iedereen is van harte welkom, van jong tot oud. Ja, aan het einde van de dag komen we met z'n allen bij elkaar op speeltuin Pascal
En dan wordt er voor de verrassing gezorgd, voor iets lekkers. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Een box of oude sluiptol. Onze bakken zijn nooit vol. Herkul je kar. Van tafel of wc. Neem het maar lekker mee. Herkul je kar. Vaas, weegschaal, oud papier. Pak op en breng maar hier. Herkul je kar. Het is gratis en vergeet je legitimatie niet. Ook een oude band van Tante Toos is welkom op Milieupark Charloes. Dit is het 15e Jazz in Charloes, maar dat hebben we bijna 4 keer moeten organiseren. Alleen het is 3 keer door de corona niet doorgegaan. Ja. En nu wel, geweldig. Nadenken. Wat gaan we doen? Wie gaan we programmeren? Sponsoring zoeken, subsidie bij de gebiedscommissie en bij de gemeente Rotterdam. En dan is het mogelijk. Daarna hebben we Martin en Scott gehad, dat waren twee broers die heel bekend zijn in heel Nederland. Daarna hadden we een pauze die niet uit voor de opbouw van Hans. En toen heb ik John Paul Chacon, die is even gewoon, die was er en zei joh, ik ga even 25 minuten zingen. Geweldig optreden. Ja, nu al zo toetje op de Ik zag een artikel staan in het Haveloods en gelezen met mannen overlegd en eigenlijk dezelfde avond al gereageerd dat we wel geïnteresseerd zijn in een regenton. Waarom? Schuttington. Dit is pas schuttingtaal met een weerwoord. Regenton schutting. Regenton schutting. Nou, ik ben Luc van Burgt. Ik werk voor de gemeente Rotterdam. Ik werk heel hard aan Rijenhoord Plus. En Rijenhoord is een wijk waarin wij heel veel kansen zien om samen met de wijk die wijk echt beter te krijgen voor de wijk, maar ook duurzamer te krijgen. Want er gebeuren gewoon heel veel dingen waar we wat mee moeten. Denk aan klimaatverandering, denk aan hoe we met materialen omgaan. En dat proberen we allemaal bij elkaar te brengen om gewoon zo stap voor stap die wijk beter en duurzamer te maken. Ja, en waar zijn we vandaag bij elkaar en waarom? We staan vandaag bij het Energiehuis. Dat is een locatie waarin we een heleboel duurzaamheids initiatief bij elkaar brengen. Dus we gaan hem als gemeente zelf gebruiken om voorlichting te geven, maar ook ruimte bieden voor bewoners die goede initiatieven hebben, die bijdragen aan duurzaamheid. In de breedste zin van het woord. Ik ben Bas Sala, ik ben ontwerper en wij hebben de regentonschutting ontworpen.
en gemaakt. In de volksmond Schuttington. Zeker, ja. Het is vorig jaar begonnen met een design sprint met de gemeente en allerlei andere partijen. En het idee was om te kijken of we iets tegen droogte konden doen. Ja! Hoe draagt dit daaraan bij? Nou, dit is een heel mooi voorbeeld van hoe je op een eigenlijk relatief kleine manier toch een positieve bijdrage kan hebben aan ja, wateroverlast in de wijk. Kijk, als het heel hard regent, en dat gaat het steeds vaker doen, dan moet dat water ergens heen. En we proberen dat als gemeente jarenlang al op ja, zeg maar gemeentelijke grond op te lossen. Maar dat kan niet meer, want er is heel veel grond die ook privaat is. En hier zitten we eigenlijk precies op de grensvlak tussen privaat en publieke grond met zo'n regenton. Ja, en dat hebben we gewoon nodig, dat soort kleine initiatieven die uiteindelijk wel heel veel gaan bijdragen aan een groter verhaal. Waarom? Ja, goed voor het milieu, goed voor de buurt. We hebben in de buurt bij ons hangen er bloembakken. En nu wordt er water gegeven met of gewoon uit de kraan of uit de sloot. En nu kunnen we het straks gaan gebruiken uit de Schuttington. En als ik er nou een wil, wat moet ik dan doen? Nou, dan kom je gewoon bij ons bij de gemeente. En dan zeg je, ik heb een perfecte plek ervoor. En dan gaan we samen kijken wat we kunnen doen. Maakt niet uit of ik in IJsselmonde woon of in Hilversberg. Nee, kijk, we doen dit nu in Rijenrocht omdat we al heel veel bezig waren. Maar heel veel plekken in Rotterdam speelt het. En we hebben gewoon het Rotterdamse weerwoord. En dat geldt voor heel Rotterdam, niet alleen één wijkje. Ik denk dat het wel een heel mooi voorbeeld is van hoe we als gemeente juist ook echt samenwerken. Dus met bewoners, maar ook met ondernemers. De Studio Basale is een ondernemer en daar werken we nu gewoon heel mooi mee samen. En dan krijg je dus hele goede en mooie resultaten. En wat vinden de buren ervan? Dat heb je ook nog. Ik heb op dit moment, wij hebben een buurtapp bij ons in de straat. En die heb ik helaas, op dit moment heb ik hem nog niet gedeeld. Dus straks gaan er een paar foto's en het verhaal van de regenton, van de Schuttington gaan in de buurtapp. En ik verwacht dat er wel positief gereageerd wordt. Regenton schutting. Regenton schutting. Hier staat hij echt in het groen. Regenton schutting. Regenton schutting. Regenton schutting. De Dag van de Kaap wordt georganiseerd mede door buurtpreventie. Buurtpreventie? Ja, die zijn de grote gangmaker eigenlijk. Ja. Subsidie onder andere van Rotterdam. En Tina Melvoort, de eigenlijke organisator, die regelt alles. Speelkussens, saté, pinda, saus, patat. Okay, ze hebben pindasaus en dat soort dingen allemaal. De bar weet u al te vinden natuurlijk. Drank moet er genoeg in zijn. Zitten, wat dat er gaat. Ja, toch? Die dit mogelijk maken zijn eigenlijk ook anonieme sponsors. En ook heel veel bedrijven die ook hier op Kaapendrecht bevestigd zijn, die sponsoren graag mee. Het is part van de Vrijheid Vrijwilligers, dus het gaat hartstikke goed. Ja, en hoe vaak is dit nou georganiseerd? Nou, het is volgens mij al ruim 25 jaar. Al 25 jaar, ieder jaar? Meer dan dat, maar vorig jaar is het dan niet geweest. Nee. En voor mij is het ook de eerste keer. Oké. Okay. Ik ben een nieuwe Kapanees, dus. U bent een nieuwe Kapanees, ja. Ja, ja, want dat valt me wel op. Dat ik zie hier volgens mij een heleboel Kapanees, hè? Het zijn alleen maar Kapanees eigenlijk. Ja. Want ze krijgen allemaal een folder in de bus. En dan, dan zijn ze welkom. Dan kunnen ze zich inschrijven. En, ja. Ja, en ik zit bij buurtpreventie, dus ik mag meedoen. Oké. En gaat dit nou door? Nou, ongeveer 6:45, half zeven, 6:45. Kwart voor zeven. En dan gaan we een beetje opruimen. Oké. Okay. En dan om 9:00 moet alles schoon zijn. Ja, ja. En nou zie ik al, er zijn een hoop dingen ook voor kinderen. Georganiseerd. Juist voor kinderen. Maar ook, er treden ook zangers op en zo. Komt er nog meer? Of, Nee, dat is het ene. We hebben die clown daar lopen. En de springkussen voor de kinderen. Ja. Ja, en die zanger en een DJ. Ja. Michael, I'm a fina, I'm a